Goedemorgen, we beginnen met nieuws dat zojuist binnenkomt in Valkenswaard. Er is namelijk een dode man gevonden. Aan de telefoon heb ik Erik Paschier van de politie. Goedemorgen, meneer Paschier. Ja, goedemorgen. Ja, hoe is die meneer om het leven gekomen? Dat is nog even onduidelijk. Wij zijn dat uitgebreid aan het onderzoeken. Er was hier een melding binnengekomen dat er in een bedrijfje hier op de Vest in Valkenswaard een dode man in een bedrijfspand zou liggen. Die was gevonden door twee mensen. Wij zijn hier gekomen, inderdaad trof wij hier een man aan die is overleden. We gaan ernstig uit van de misdrijf, dus we gaan die uitgebreid onderzoeken. Ja, welke aanwijzingen heeft u daarvoor dat het gaat om een misdrijf? Ja, dat laat ik nog even in het midden, uit tactische oogpunt, omdat we natuurlijk geen daderinformatie nu zo vroeg willen prijsgeven als dat niet nodig is. Dus dat laat ik nog even in het midden, maar ga er maar vanuit dat het hier om een misdrijf gaat en dat we die uitgebreid onderzoeken. Ja, nu is dat gebeurd op een bedrijventerrein. Wat voor een bedrijf is dat? Dus een autobedrijf is het hier. En wat betekent dat voor dat bedrijventerrein dat u daar onderzoek aan het doen bent? Nou, het zijn wat meerdere kleine bedrijfjes bij elkaar, heb ik in de gaten. Dus er zal een gedeelte van het terrein is afgesloten. En zal misschien niet betreden kunnen worden, maar in goed overleg moet er natuurlijk wat mogelijk zijn dat mensen wel hun dagelijkse dingen zouden kunnen doen. Oké, dank u wel, Erik Paschier van de politie, voor deze eerste update over het vondst van een dode man dus in Valkenswaard.